Inwoners van de Amerikaanse stad Phoenix zijn opgeschrikt door een enorme vuurbal die donderdag ineens de donkere lucht verlichtte met een enorme knal. Deze dashcam heeft het mooi in beeld gebracht en ook deze bewakingscamera van een huis laat de vuurbal mooi zien. Volgens de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, gaat het om een asteroïde met een diameter van zo'n anderhalve meter die opbrandde in de atmosfeer. Niet alles zou zijn opgebrand trouwens. Volgens de NASA zijn er zeker stukjes ergens op aarde neergekomen. Maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.